Ik ben Leo Leenders. Ik ben hier een optiekzaak begonnen op 4 februari 1977. Dat heb ik gedaan tot en met 2003. Daarna, zoals u ziet, ben ik begonnen voor de Stichting Ziender Ogen. Om de allerarmste mensen in de wereld te helpen aan een hele goede bril die ze anders nooit kunnen betalen. Dat is de insteek van onze stichting en daar werk ik heel graag voor. Al 19 keer is Leo Leenders uit Sint-Oederode weg geweest voor deze stichting Ziender Ogen. Hij reisde naar 9 landen om daar de ogen van slechtzienden te meten. Met de uitslagen van deze metingen worden in Nederland passende brillen gemaakt en die worden dan weer opgestuurd naar de mensen die Leo heeft gemeten. Deze mensen kunnen nu, misschien wel voor het eerst van hun leven, goed zien. Tijdens zijn werk voor Ziender Ogen is Leo op veel bijzondere plekken terechtgekomen. Hij heeft een hoop interessante mensen ontmoet en hij deelt deze belevenissen graag met de kijkers van Omroep Meierij. Ik heb hier voor me een hele mooie foto uit Mauritanië. Ik zie hier ook voor me dat er een hele lange wachtrij is voor mensen. Ik denk wel dat ze hier enkele uren moeten wachten. De eerste die was er 's nachts om 1:30, want die was bang dat hij niet meer aan de beurt kwam. Dus die zou zeer zeker het eerste zijn. Maar ik denk wel dat de mensen dat daarvoor over hebben, om een goede bril te krijgen. Hier zie ik een foto uit Gambia. Ik zie hier ook 3 albino's. Over het algemeen zien ze heel erg slecht. Het maximale wat je kunt doen voor een albino is brilletjes maken met meekleurende glazen. Ze hebben erg veel last van de zon. Het zijn een beetje de verstoten mensen in zo'n gemeenschap. Heel triest. Hier zie ik weer een foto van Gambia. Iets wat ik zelf ook nooit meer zal vergeten, deze foto. Er komt een jongen bij mij op de stoel zitten. Hij is 26 jaar. Ik laat hem op de kaart kijken, op 6 meter. Hij ziet helemaal niks. Ik stuur hem meteen door naar de oogarts. Die doet er een druppeltje erin. En hij ziet dan meteen wat er fout is. Te hoge oogdruk, oftewel glaucoom. En hij zegt tegen die jongen, heb jij ooit druppeltjes gehad? Ja, ik heb ooit druppeltjes gehad en die heb ik een maand gebruikt en die waren op. En ik had geen centen om nieuwe te kopen en dit is het gevolg, zegt de oogarts. Dus hij ziet helemaal niks. Advies van de oogarts, ga snel naar de blindenschool, leer braaien. Nu, op dit moment kun je nog iets zien. En leer braaien en dat was het verhaal. Hier zie ik voor me een foto uit Roemenië. Die mevrouw, zoals u ziet op de foto, volgens mij ziet ze niet goed. Ze staat bijna helemaal tegen het bord aan. Ik denk wel dat het duidelijk is voor iedereen dat ze heel slecht ziet. Dit is ik zie hier voor me een foto uit Thailand, gemaakt op het vluchtelingenkamp tussen Thailand en Burma. En hier kun je zien hoe zuinig ze zijn op de bril. Zolang ze iets van kunnen maken, zullen ze hem gebruiken. Nou, als wij dit zien, dan gaan we vlug een oogmeting doen en we leveren snel een mooie nieuwe bril. Ik zie hier voor me een foto uit Roemenië van een Roma-gezin. Je ziet hier de foto zoals ze woonden. Ze woonden niet langs een vuilnisbelt, maar erop. Ze hadden eerst al 7 kinderen. Tot overmaat van ramp kregen ze daarna nog een tweeling. Alle 2 blind. Onze stichting is toen erachter gekomen dat ze een zeer slechte behuizing hadden. En toen hebben ze dit nieuwe huis van onze stichting gekregen. Hier heb ik een foto van een mevrouw uit Bulgarije. Die komt binnen met een wandelstok en ze kon bijna niks zien.
Ik zet de autofractometer erop. En jawel hoor, rechts en links plus 10 gaf hij aan. Ik vraag aan die mevrouw, ben je ooit geopereerd voor staar? En toen zegt ze, ja, dat is jaren geleden. En toen begon er bij mij een lampje te branden. Ik denk, nou, die mevrouw is op de oude manier, zoals ze vroeger deden, voor staar geopereerd. Ja? Dat wil zeggen, ze hebben alleen de ooglens verwijderd, maar geen nieuwe erin gezet. Ik heb ze rechts en links plus 10 erin gezet en ze kon alles weer zien. Ze begon te bidden, ze ging op haar knieën voor ons zitten en ze kuste ons. Hier heb ik een foto van het vluchtelingenkamp in Thailand. Het is een hele grappige foto, want die meneer die snapte eigenlijk niet precies wat de bedoeling was van de test. Want hij houdt de ring voor hem. Hij moet altijd laten zien, de opening zit hier boven, beneden, rechts of links. Maar deze meneer, die snapte het volgens mij niet helemaal. 19 keer is Leo voor zienderogen op pad geweest. Als het aan hem ligt, komt de 20ste keer daar snel achteraan. Want er zijn nog heel veel mensen die onnodig slecht zien, omdat ze geen bril kunnen betalen. Dus ik hoop dat ik deze brillen zo snel mogelijk kan leveren aan de allerarmsten van de wereld.